komen. Sven, zijn we er al een beetje? We moeten naar 7. We moeten naar 7. Volgens het bordje moeten we naar 7. Er staat op het bordje conference rooms en dan 7. Dus waarschijnlijk gaan we goed. En anders dan zien we het vanzelf wel. Ja, als het niet zo is, dan geven we jou de schuld. Dit kan je bang hoogtes. Dus. 7. We zijn al bijna een half uur bezig. Ja, we hebben 10 conferentiezalen gezien. Moeten we met ons hoogtevrees in een of ander krap liftje zitten? Ja, maar nu moeten we naar de eerste verdieping en niet naar de... Vandaag heb ik 2 leuke gadgets bij me die in de toekomst van Quest uit gaan komen. Wanneer weet ik nog niet. Ik ga het proberen uit te proberen en te kijken of het wat wordt. En Glenn is mijn getuige vandaag. Zeker weten. De eerste gadget die ik heb is, jullie hebben hem misschien wel eens voorbij zien komen, maar op IWA is die geïntroduceerd. De grote outdoor event in Duitsland. En het is een draadloos apparaat, een draadloze metaaldetector die je met je telefoon bedient. Het is eigenlijk heel simpel. Je pakt je telefoon. En ik heb hem al gedownload omdat ik al het eerdere model ook had. En dan heb je air metal detector. Je hebt gewoon je telefoon en de metaaldetector. En dat is ideaal voor als je onderweg bent. Je hebt dat ding even gauw in de auto leggen. Je ziet een leuk strandje. En dat is in dit geval zo. Je doet hem in de houder en je hebt een metaaldetector. Hoe leuk is dat? Wat doet de air metaaldetector? Nou, het is heel beknopt en heel simpel. Maar je ziet hier in ieder geval ijzer, folie, rings en coins. Dus zo simpel is het al. Je hebt hier een indicator voor je batterij. Dan kan je hier kiezen voor all metal of discriminatie. Hier zit een pinpoint functie. De ground balance kan je doen. En de ground balance in dit geval is auto. Dus als je straks gaat zoeken, dan trekt hij. Je kan hem met plussen of minnen. Dan hebben we hier nog sensitivity. 50 is max, 1 is minimaal. Wat heb je nog meer? Discrimination van min 90 tot 90. Dus waarschijnlijk staat hij nu een beetje ijzer uit. 15, 10. Wat hebben we nog meer? De tones. Hoeveel tonen willen we? Dat loopt van 1 toon, 2 tonen, 3 tonen, 4 tonen en fast. Nou, ik ga nu lekker op 3 tonen zoeken. Wat hebben we nog meer? Recovery speed. Snel en langzaam. Hoe langzamer je gaat, hoe dieper die zou kunnen gaan. Hoe sneller je gaat, hoe ondieper die zou gaan. In sommige gevallen wil je voor snelheid kiezen. In sommige gevallen loop je rustig en wil je voor diepte kiezen. Dan hebben we de threshold tone. Die wordt in Nederland bijna niet gebruikt. Maar als je die aanzet, dan hoor je een basistoon. Wat hebben we nog meer? Hotrox. Je kan de hotrox in of uit schakelen door... Of de intensiviteit van de hotrocks, hoe ze doorkomen, kan je hier kiezen. En dan zijn we weer terug bij sensitivity. Kortom, een vrij begrijpelijke metaaldetector. En de volume, ja, dat is natuurlijk gewoon de volume van je eigen telefoon. De pinpointer zelf hoef ik niet uit te leggen, want het is gewoon de X-Pointer Pro zoals je hem gewend bent. Met alle functies zoals je hem gewend bent. De gadget zit hem in de holster. Wat gebeurt er nou? De pinpointer staat nu uit. Ben ik het zoeken? Heb ik de pinpointer nodig? Haal ik hem uit de holster? Staat hij aan? Doe ik hem terug in de holster? Is hij weer uit? Geen knopjes meer indrukken. Niet meer nadenken. Geen vieze vingers meer erop. Gewoon pakken, aan, erin doen en weer uit. Simpel is dat. Leuk, hè? We zijn vandaag niet alleen. We zijn vandaag met de hele Koistra YouTube ploeg op pad. Rijn, dat is niet normaal, hè? Nee. Had je alweer een ring? Ik heb er alweer een. Jeetje. Deze is helaas niet goud of zilver, maar... Maar het is wel een ring. Het is een Jij bent Lord, ring. Lord of the Rings. Ja. Toppertje. Het is ook al potscherven. Jacob. Hey. Back to the Hollandia.
Dat klopt. Dat heb je. Dat heb je goed gezegd, Ruud. Even kijken. Ja, hij is al een beetje aan het opdrogen, maar het is een Hollandia-duit. Een Hollandia-duit. Op strand Nulde. Ja, wie had dat verwacht? Even de druppels eraf. Je zit helemaal onder de druppels. Kijk, maar hebben in het geheime pijpenvroeter. Het geheime stortgrondje wat hier al is, hebben we een pijpenvroeter gevonden. Hij is leuk, hè? Echt een heel oudje. Maar wat staat erop? Ja, een paardje. Een hondje. Een hondje, een stijgerend paardje. Nee, een hondje is het. Het is een hondje. Een circushondje. Circushondje. Hoi. Mag ik 2 bakjes bami? Ja hoor. Ik heb hier nog Waar ben je allemaal naartoe aan het gaan? China. Dat is een mooie van die grote schotel. Die komt ook lekker diep. Ja, die gaat lekker diep, hè? Nou ja, dan moet je graven. En eerst probeer je het gat zo klein mogelijk te houden, maar... Ja, en je hebt hier ook echt heel veel prulletjes. Ja, ja klopt. Er ligt wel vuil. Ja, je ziet er wel netjes uit hoor, wat druppeltjes op je glazen. Ja, maar, dan geen chocola, want net de KitKat die gesmolten was aan het... Hey, wel een ringetje, hou hem eens op zijn kant. Zo ja. Nice. Zit mooi een hè? Wat een poppendoppie hè, zo'n kleintje. Weg is hij. Hup, weg is hij. Zo gewonnen, zo geronnen. Jeetje, Mina, iedereen die vindt allemaal ringen en oude munten. En ik moet het met 20 cent doen. Nou ja, ik ga weer in de ijspot. Waar staan jullie op te wachten? Dat jij aansluit. Oh, tot ik aansluit. Ja, maar ik sta achter de camera, dus ik kan niet aansluiten. Nou, vooruit doen. Ik vind eigenlijk dat de algemeen directeur en de CEO er ook bij moeten. Ja, ik wil één smoele foto moeten we ook in. Met getuite lipjes allemaal. Lipjes? Wat zeg je? Lipjes. Oh, lipjes. Lipjes. Duckface. Sven, doe je oren dicht. Only Sven. Oh, we vallen. Van Sven. Nou willen we naar huis en dat doet de betalenautomaat het niet meer. Nou, dan gaat de slagboom gewoon ineens omhoog. Ja. Als jij nou voorgaat en je geeft een beetje gas, ja. Dan gaan wij er wel achteraan. Is goed. Is goed. Annemiek, waarom heb je hem niet uitgeprobeerd? Nee, ik ga thuis even goed bestuderen. Oh, is het zo? Ja, en ik heb hem niet echt gezocht vandaag. Want je hebt me niet gezien in de video, dus. Nee. Je was een beetje in het ontvluchten. Ja, maar deze die ga ik een beetje uitproberen. En deze is? De nieuwe Garrett Axiom. Axiom. De gouddetector. Dus misschien ga ik goud vinden. Maar het is een gouddetector. Hij is gespitst op goud. Maar kan je ook met de frequenties, dus de frequenties wat lager zetten of een multifrequent opzetten waardoor je gewoon akker zou kunnen zoeken? Of? Weet niet. Ik ga het, Dat weet je allemaal nog niet. Nee, dat weet ik nog niet. Wordt lastig. Het is een pulse inductie. Maar hij is wel geschikt voor op het strand. Dat voor op het strand wel, maar voor op akkers wordt het lastig. Weet ik niet. Dat wilde ik wel gaan proberen. Je gaat het wel proberen. Ja. Dus willen jullie nou de Axiom in action zien? Ja. Dan moeten jullie bij Annemiek kijken. Even in de gaten houden. Val je niet voorover straks? Kan wel goed. Power. Kabouter met een toren aan. Ik ben nog even een hapje eten met Ruud en Sven en dan zet ik hun af en dan kom ik eraan. Zo moet je ruiken, het ruikt lekker hè? Ja, het ruikt wel lekker hè. We zijn echt de die-hards, we maken de dag gewoon af met een hapje eten. De rest wilde niet mee, maar... Wij gaan lekker eten. We gaan even eten. Even een lekker hapje eten. Klein, wat gebeurde er? Ja, man, ik weet niet wat ze allemaal verkopen daar, maar... We kochten echt. Maar we zitten in de menukaart te kijken. Die man die wil servetjes voor ons halen en een stek. En we lopen zo de deur uit. We gaan nergens anders heen. Ja, maar kom op, man. Hey, even een fucking lams dingetje. 35 euro! Ja. Maar voor de officiële of voor de waterschap? Nou, even een romp vlees uitpakken. Nou, ik wil eerst aan mijn burgertje beginnen. Hey, dat ding, dat weegt niks. Nou, het voelt echt wel hoor.
idee, moet je deze voelen. Het is wel toch hoor. Klein, hoe zit het met deze etablissement? Moeten we nou met het hoofdgerecht weer opnieuw daar in de rij gaan staan? Wat bedoel je? Als dit op is en we willen het hoofdgerecht. Moet wat, dat... Is het vol? Is het vol? We hebben één burger op. Dat ding is driedubbel, man. Kijk dan, Lafietje. Dit was hem weer. Dit was hem weer. Video van de Toy Soldier. En eigenlijk een soort gemixte video met Old AMD, Watch Dutch Metal Detecting en Magnet Fishing, Simons Detectie, Sebastian Hogeberg en een heleboel mensen door elkaar heen. Ja. Nieuwe spulletjes, nieuwe snufjes, nieuwe snuistertjes. Gewoon een leuke spontane meeting met allemaal. En Glenn ook. Vonden jullie deze video nou leuk? Vergeet dan niet te abonneren. Nee. En niet liken. Niet zomaar liken. Nee, je moet het liken omdat je het leuk vindt. Nee. Anders like je het niet. Als deze video... Hoeveel likes? 2000 likes haalt. Gaat Sven naakt, alleen in zijn onderbroek, zoeken. Huh? Oh, ja, tot de volgende keer. Dat hoor ik dus ook.